Daan van Doorn, hoe zijn deze portretten die we hier zien tot stand gekomen eigenlijk? Als soort experiment. Als dagelijks werk ben ik portretschilder, maar dan altijd in opdracht van particulieren of overheid of bedrijfsleven. En dan vind ik het ook wel eens lekker om wat voor mezelf te doen, maar het blijven altijd portretten. En ik gebruik dat dan ook om nieuwe technieken uit te proberen. Het is een beetje experimenteel, maar ik vind het altijd wel leuk om daar dan een bekende voor te gebruiken. Ja. En Reven die heeft daar niet voor geposeerd, maar normaliter laat ik mijn modellen altijd poseren. Dus Freek de Jonge en Geert Mak, die hebben daar destijds wel voor geposeerd. Ja. En waarom gaat jouw voorkeur daarna uit? Naar schrijvers? Naar het poseren, zeg maar. Het gaat erom mijn kijk op die persoon. Dus ja. Dat je wel zo'n karakter zoals ik hem meemaak over laat komen. En bijvoorbeeld bij Freek de Jonge had ik een heel andere indruk hoe hij in werkelijkheid is als dat hij op tv of op toneel is. En dit is de Freek de Jonge zoals ik hem gezien heb, zoals ik hem meegemaakt heb. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Hè? Want je wilt geen staaltje weggeven van kijk mij eens, van ik kan wel wat vaktechnisch, zeg maar. Hè? Je wilt meer in zo'n portret leggen. Je eigen visie eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Zoals je zit samen met zo'n persoon en zoals hij op jou overkomt, zo wil je hem weergeven. Ja. En dat is anders dan we hem natuurlijk weer kennen vanuit de media. Dat is weer een andere rol die hij dan heeft. Ja. Kun je iets vertellen over die visie van jou op Freek de Jonge? Ik vond hem bijzonder sympathiek. En ik was eigenlijk bang dat hij erg arrogant zou zijn. Want zo komt hij toch wel een beetje over. Van, ik heb het al zo druk en al die mensen die aan me lopen te trekken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar hij nam erg de tijd ervoor. En hij was heel enthousiast. En ik ben zelfs nog een keer bij hem thuis geweest enzovoort. En het was een heel leuk contact. Ja. En hij heeft ook het portret van Reven toen gezien, want daarmee heb ik hem over de streep gehaald. Van ben je bereid om te poseren? En dat vond hij gelijk zo mooi. Dat wilde hij eigenlijk wel kopen, maar dat is niet te koop, want dat houden we zelf. En Geert Mak die heeft hier in de drukkerij geposeerd. En dat hangt in, want dit zijn kopieën dan. Het origineel hangt in het Letterkundig Museum. En die had er wat minder tijd en belangstelling voor. En dat wisselt heel erg per persoon. Maar dat kan je nooit van tevoren. Je hebt wel eens bepaalde verwachtingen van iemand. En omdat je hem uit de media kent. Maar meestal is dat heel anders als je hem in werkelijkheid ontmoet. Ja. Hoe werkt dat van mensen poseren? Jij zit heel erg te kijken van hoe is. Jij bestudeert iemand heel erg goed. Niet alleen fysiek, maar ook hoe iemand is. Want dat wil je ook natuurlijk uit dat portret laten spreken. Ja, dat is daarom spreek ik ook meestal bij de mensen thuis af. Want dan zijn ze toch in hun eigen omgeving. En dan doen ze toch heel anders als dat ze in een vreemde omgeving zijn. En dat is zo ontstaan omdat ik ook veel kinderportretten moet maken voor mensen thuis natuurlijk. En als je een kind bij een vreemde vent op een atelier een paar uur op een stoel laat zitten, dan krijg je een hele gespannen, onnatuurlijke pose. Ja. En door de kinderen thuis in hun eigen omgeving uitgebreid te fotograferen, dan is het allemaal veel speelser. Ja. En dat geldt ook voor volwassenen. En je eigen beeld wordt dan ook eigenlijk breder, hè? Maar zo heeft elke kunstenaar heeft zijn methode en de een kiest voor dit en de ander kiest voor dat. En ik zou het vervelend vinden als ik iemand op mijn atelier continu moet animeren ook. Ik bedoel, als zo'n persoon dan een uur of
vier, vijf tegenover je zit, dan moet je hem ook bezighouden. Van, ja, vroeger werd er ook wel voorgelezen. Er zijn ook wel schilders die een luisterboek opzetten of de televisie aanzetten of zoiets. Ja. Maar dat is vrij langdurig gedoe. Ja, ja. Maar ben je aan het praten of ben je in gesprek? Nou ja, ik maak dus die foto's. En als ik aan het schilderij begin, ben ik alleen in mijn atelier. Oh, ja. Okay. Dus ja. Dan moeten ze tussentijds dus nog een keer komen. Je neemt het in je op. Ja. En daar ga je mee. Ja, ja. Ja, want ik hou niet van pottenkijkers. Dus ik vind het heerlijk om in mijn eentje te klooien. Ja, en te zoeken. En te, ja. Wanneer denk je van, ik heb het getroffen. Ik heb te pakken wat ik wilde vangen. Nou, dat is al eigenlijk al vrij snel met de schets. Ik maak altijd eerst een schets. En als die erop staat zoals ik hem wil hebben, dan ga ik het alleen verder uitwerken in olieverf. Maar die schets, dat is al vrij snel. En dan weet je of het naar je zin is of niet. Ja. En zo niet, dan maak ik weer een nieuwe schets. Ik maak sowieso altijd een aantal schetsen die ik met elkaar vergelijk. Ja, en dan is de volgende stap eigenlijk gewoon het uitwerken van wat jij al in je hoofd hebt. Ja, om er dan een Daan van Doren te maken, zo gezegd, dat het echt een herkenbaar in mijn stijl geschilderd is. Ja. Maar je maakt dus in die 4 uur dat je dus contact hebt met zo iemand, dan maak je foto's. Of... Nee, ik bezoek ze thuis. Ja? En dan, nou ja, dan heb je eerst een gesprek en ze laten hun omgeving zien. En het ligt er ook aan wat voor persoon het is. Maar nou ja, in ieder geval, je probeert in een bepaalde tijd iemand te leren kennen. Ja. En dat is niet per se zoveel uur, maar ik maak dan aan het eind van die, of tegenwoordig doet Ineke dat dan, mijn partner. Zit daar. Die maakt dan foto's. En daar ga ik mee aan de slag. Dus dat is niet. Okay. Maar normaal, een liter staat ervoor poseren in een atelier. Gemiddeld zo 4-5 uur. Maar Ineke maakt dus dan eigenlijk terloops foto's. Want als je zegt van nou, zo'n man die dus zo bekend is en zo beroemd. Ja, zodra er een fotograaf is, dan kom je gelijk weer in je acteurs. Ja. Status terecht. Ja. Maar als je natuurlijk aan het babbelen bent, dan maak jij dan foto's terwijl die aan het praten is? Oh, je laat ze echt wel poseren. Ja, maar je hebt een referentie nodig natuurlijk, hè? Van om iemand te treffen heb je Ja, en meestal is dat dan een uitgebreide serie foto's. En dat zijn natuurlijk ook allemaal momentopnamen. En daar kan je toch uit distilleren wat goede karaktertrekjes en typerende houdingen enzovoort zijn. Ja. Ja. Gerard Reven wordt hier geëxposeerd in de drukkerij tijdens de Boekenweek. Hè? Ja. Freek gaat weer weg, die is ter geleden helemaal geweldig en Geert Mak ook. Die schrijvers, is dat een beetje een project aan het worden om zoveel mogelijk schrijvers te portretteren? Nou, dat was wel de bedoeling, zo is het wel ontstaan. En nou, als een schrijver nog eens de revue passeert, dan ga ik daar ook niet uit de weg. Maar het is best wel druk. En ja, dagelijks werk gaat voor, daar moet tenslotte de schoorsteen van roken. Ja. En ik ben ook erg geïnteresseerd in muzikanten. Dus ik doe eigenlijk nog meer muzikanten als schrijvers. Ja. Philip Glass komt in mei, half mei, naar de Zeeuwse Concertzaal. Ja. Ja. Die heb je geportretteerd. Nou, daar ben ik druk mee bezig. Ben je mee bezig? Ja. En ik hoop het op tijd af te krijgen, dan zal hij het doek eraf trekken, dus dan zal hij het onthullen. Dus dat gebeurt in mei en dan onthult hij zijn eigen portret. Maar daar heb je ook zo'n sessie mee achter de rug met hem. Ja, heeft Ineke ook de foto's voor hem. En dat was een prettig contact ook? Ja, zeker. Ja. Kort maar krachtig. Hoe zou je hem willen omschrijven? Kort maar krachtig, toen hij hier was de vorige keer waarschijnlijk. Ja. En wat voor gevoel is blijven hangen als het gaat om Philip Glass? Nou ja. Ja, ook, het was natuurlijk een vrij kort contact, maar hij was wel vriendelijk ook. En hij nam voor het fotograferen toch ruimschoots de tijd, terwijl hij een heel druk programma had met repeteren. En ja, het is, die mensen reizen heel veel, want hij kwam volgens mij uit Amerika en hij moest weer door naar Frankrijk of zo. En
nou, dan moet er nog gerepeteerd worden en de pers te woord gestaan en ga zo maar door. Dus dan in zit je principe, er net tussenin, hè? Ja, hebben ze een heel druk programma en vond ik het toch wel, stelde ik het erg op prijs dat hij toch wel de tijd, ruim de tijd nam. Spannend eigenlijk, hè, als hij dat zeker, dan af gaat trekken, zo half mei in de Zeeuwse Concertzaal ook ter plekke. Ja, daar kijk ik erg naar uit. Maar het is nog veel werk. Dus ik hoop het op tijd af te krijgen. Ja, het is je geraaien, hè, dat af is. Hij is niet zo vaak hier. Het zal wel moeten. Ja. Dankjewel, Daan. En zoals gezegd, want deze neem je weer mee. Hè, ze staan zo mooi, hè, eigenlijk. Ze mogen wel allemaal blijven. Maar Gerard kunnen we uitgebreid blijven bewonderen tijdens de Boekenweek. Dat is een mooie gelegenheid natuurlijk ook daarvoor.